passen. We staan zowel in Flair als in Haarlem. En Haarlem, dat wisten we. Maar Flair heeft het gewoon opgepikt van op mijn Instagram. Dus thanks Flair. En wij gaan nu naar waar? Oei, daar ligt hier zo rommelig achter mij. Ja, naar waar? Omnichannel congres van Bipo's. En Lilou moet er helemaal van niezen. Mijn snoepietje toch. En wat wil ik nog zeggen? We gaan nu nog dozen in de auto zetten voor de closet sale. Mijn kleren die ik wegdoe. En dan zijn we weg. Hapsakee. Daar! Het gebouw dat ik jullie net liet zien is het gebouw waar ik mijn allereerste huurcontract getekend heb voor op de melkmarkt. Mag ik zien op een stoel en ik in de zetel. Hallo, ik ben in Gent, in het kantoor van mijn broer. Ik heb een gesprek gehad met het Tempo-team van Gent om de vacature te bepalen voor de nieuwe winkelverantwoordelijke in Gent, of course. En straks komt Elke naar hier, mijn PR-verantwoordelijke. En daarna gaan wij waarschijnlijk samen iets eten. En vanavond komt Camille terug! Ik ga Camille eindelijk terugzien na een jaar. Het is een feestje voor haar georganiseerd, voor haar terug te verwelkomen. Lekker, mama? Heel lekker. Amai, super. Ze komen Lilou halen, want ik ga naar Italië. En ze gaan op die kut ontpassen. Hé, kutont? Kleine kutont? En dan eten we nog snel. We hebben nog een uur voor op tijd te zijn, gast. Uit. En ik krijg dat hier niet dicht. En ik heb geen rekening gehouden met die snelle producten. Moet ik alles zachter laten. Oh, fuck my life. Okay. We gaan eindelijk na alle stress bijna opzij. Allee, nee, er is eigenlijk nog een beetje stress. Want ik heb twee handbagages. Allebei even groot eigenlijk bijna. De D's. En die. Ja. Lukt nooit. Ja, ik geloof erin dat dat gaat lukken. Dat ik dat allebei ga kunnen meepakken, maar waarschijnlijk niet. Dus we zullen zien of ze streng zijn aan de controle of niet. We zijn geland, maar het is slecht weer. Ah, help. Wat? Dat meende niet. Je hangt gewoon helemaal aan die lijf aan buiten in de hof. Buiten, hè? Waar blazen de vogels? Zo kan het maar. Allee. Ik zal haar leren. Ik zie het niet. Ah ja, nu ze ligt op het kussen. Ja, ja, ik zie ze. Tutorial by Jessie Burst. The girl who never puts makeup on her pretty face. Wie heeft u dat geleerd voor zo'n vismandje te doen? Mezelf. Goedemorgen! Het is dinsdag vandaag en Jessie is driving right now. En wij gaan naar de leveranciers gaan kijken voor de collectie te kiezen. Hopelijk vinden we mooie dingen.
En ik wil ook even iets zeggen hoor, voor mensen die ooit naar Italië gaan of ik weet niet, gewoon ergens een auto huren. Een GPS was 15 euro en een wifi verbinding ding was maar 13 euro per dag. Dus we hebben dat genomen en nu kunnen wij gewoon GPS doen op onze gsm. Hier moeten we dus naar links. En hebben we eigenlijk ook gewoon overal en altijd wifi. Op hotel sowieso, maar ook op restaurant en in de auto. En dus dat is wel tof. Geld verdiend. Ja, we hebben eigenlijk geld verdiend. Dat is waar. Slimmerikken wij. Twee blonde slimmerikken. Hello, do you speak English? Do you also deliver pizza? To bring? You bring pizza? Hallo? Leveren? Zet ook nog een andere pagina klaar met wij willen graag margarita en pizza Hawaii. Hello, we want to order pizza. No, not speak English. Ciao, si esprime anche la pizza in albergo. Ciao, si esprime anche la pizza in albergo. Sì? Sì? E per noi una pizza margarita e una pizza Hawaii. È una pizza? Hawaii. Una pizza margherita e una pizza? Hawaii. Hawaii com'è, scusa? Ananas. Postuolo. Che... Margherita e una margherita avec with ananas. I don't know. What's the number? Ananas? Pineapple. Hello. Yes, ananas. You don't know? What the fuck? Oh my God. Like, didn't even mention her. She's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't. Good morning, het is woensdag vandaag en we vertrekken zo meteen naar de luchthaven met ons Fiatje. Oh, we gaan het missen, de kleine Bolly. En wij vertrekken vanuit Charleroi dan naar Parijs. En ja, daar gaan we hopelijk nog meer mooie kleren vinden. En waarom praat ik zo altijd? Dat is toch zo lastig? Sorry daarvoor. Oké, okay, bye. Ciao. Ciao, Bella. Ciao. Ciao. Not really into hesitation. Laurentine doing her business. Ja. Zou jullie de bathroom goals laten zien? Kijk eens, ik mooi. Ik zie jullie. Kijk eens hoe mooi. Good morning, het is maandag en ik vraag me af waarom ik altijd zo good morning op die manier zeg, maar
Can't help it, can't help it. Alleszins, het is maandag. Stefanie is hier net om de sleutel geweest. Ik moest even wachten, want ze was vrijdagavond haar sleutel vergeten. Dus ze kon nu de winkel niet open doen. En er was ook nog niemand in de winkels die ik ken om de sleutel af te geven, zodat ik al naar kantoor kon vertrekken. Maar dat terzijde, ik heb dus hier al wat gewerkt. Ik was vanmorgen om 5 uur wakker uit mezelf. Dus ik was gewoon om 5 uur. Ik dacht, ja, opstaan tijd, kijk. Huh, 5 uur, what the fuck? Maar ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om echt effectief uit mijn bed te rollen en aan de dag te beginnen. Dus het is 12 uur, maar het lijkt... Allee, of nog geen 12 uur. Maar het lijkt alsof ik echt al zo'n hele dag achter de rug heb. Alright, if you were by my side and we stumbled in the dark, I know we'd be alright. I know we would be alright, 'cause if we Frank Boman says, ik Frank Boman's van Thomas. Took you way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. Links aanhouden in de richting van Gent. Vandaag Valentijn. Wat heb ik gedaan vandaag? Ik heb hier trouwens rode plekken in mijn nek. God weet van wat. Misschien uitslag omdat ik zo eenzaam ben op Valentijn. No, just joking. Dus wat heb ik gedaan vandaag? Ik ben naar de tandarts geweest. Ik heb gaten laten vervullen. Ik heb er echt wel last van eigenlijk. Van die spuiten. En dan ben ik snel naar de winkel gereden, want we hebben nog een probleem met onze sleutels. Lang verhaal, misschien heb ik dat al eens verteld in deze vlog, I don't know. Lang verhaal, maar ik moest dus de sleutel brengen naar Maxine, zodat zij binnen kon, want zij moest vandaag de winkel doen. Dan ben ik ook nog even langs kantoor gepasseerd, al dat gerief van kantoor naar de winkel gedaan. Maar ik kwam dus van Thames. Ik heb hier geslapen, ik ben altijd bij mijn ouders, toen mijn ouders zijn jezelf niet. Want ik heb gisteravond het verhaal tijdje met jullie binnen. En dan ben ik in Thames geslapen. Goedemorgen, ik ben nog altijd op de Oostberg bij mijn ouders. Ik heb hier gisteren heel de dag gewerkt, ik heb daar eigenlijk niks van gefilmd. Ik ga nu vertrekken naar Gent en wij gaan varen met de bootjes die we ook met de opening gaan gebruiken voor met de pers en de bloggers en zo. En we gaan dan kijken waar de modellen moeten staan, waar de fotografen moeten staan. Zo op alles letten en zien hoe dat alles verloopt en hoe dat we dan vandaar naar de winkel moeten lopen. Dus ik ben eens benieuwd. Toevallig. Oh, wow, dezelfde trap! En wat zit jij, Julie? En ik
Ik ben weer de dupe. Dus jullie zeggen dus wat we gaan doen. We gaan alles op mijn site zetten. En alles labelen. Ik krijg allemaal van die mooie kaartjes. Yay. Okay, we zijn net aangekomen, wij dus, Lilo is er ook bij, in een regenachtig Gent. Kijk maar, regen, regen, regen. En, uw haar zat in mijn mond. En wij hebben heel de dag sollicitaties, al heel de dag, tot 3-4 uur zal het duren. Het is nu 11:30. En hopelijk morgen dan nog één iemand en hopelijk weet ik dan wie er in de winkel gaat werken of wie ik op proef ga laten komen. En zoals jullie daarnet zagen, zijn ze op kantoor met 8 of 9 man bezig. Nee, niet blaffen, Lilo. Nee. Om alles in orde te brengen voor de nieuwe site en alles te herlabelen. En vanavond heb ik nog een meeting met Jani TV, maar daar vertel ik dan straks wel meer over. Ik ben op weg naar de broers van Julien. Mijn PR-manager zit al op mij te wachten. We hebben een meeting met Jani TV over de closet sale. Ze hebben mij vorige week gecontacteerd dat ze graag zouden samenwerken. Dus gaan we nu allemaal bespreken. Wel super leuk. Krachten bundelen is natuurlijk altijd beter. En ja, ik ben zelf natuurlijk grote fan van Jani. Dus is wel tof. Kijk maar uit. We'll see wat het wordt en wat we juist gaan doen samen, maar ja, alles is leuk, hè? Bijna aan de winkel. Een tweede dag dezelfde trui aan. Ah, dat is een.